Wil je na een verhit potje voetballen meteen afkoelen in zee? Dan moet je eens kijken naar dit sportieve stulpje. De vorige eigenaar overleed in 2014 aan een hartaanval, terwijl hij bezig was met zijn wekelijkse voetbalpotje. Nu heeft zijn weduwe het huis te koop gezet. Het staat op meer dan 900 vierkante meter en heeft een voetbalveldje. Verder 4 slaapkamers, 6 badkamers, een garage voor 2 auto's en de garage heeft ook een toilet. Dus na een lange autorit kun je gelijk de kleine of grote boodschap kwijt. Er is een kamer met de juiste temperatuur voor je wijncollectie en diverse relaxruimtes met uitzicht op de oceaan. Mooi om tot jezelf te komen na een verloren potje voetbal. In de keukens vind je alle apparatuur om een sportief kostje in elkaar te flansen. Een verwarmd zwembad en het huis heeft orkaanbestendig glas. Ook bestendig trouwens tegen rondvliegende ballen. Dit sportieve huis ligt in Palm Beach. Een ware trekpleister voor bruiloften van celebrities. Zoals die van Donald Trump en Melania in 2005. Het is te koop voor $27,5 miljoen. Moet wel zelf de ballen meenemen.